deze microfoon het doet. Ja, toch? Ja. Ja. Ja, ik zat te denken, Duitse verkiezingen. Het voelt misschien een beetje als het eten van broccoli. Hè, het is eigenlijk iets wat moet, maar lekker. Hè, maar we weten toch allemaal, aanstaande zondag is het zover. Gaan er meer dan 60 miljoen Duitsers naar de stembus. Onze belangrijkste economie in Europa. Ja, toch het machtigste land. Hè? Als Merkel iets niet wil in Europa, dan gebeurt het niet. En als ze iets wel wil. Vroeger zei Kissinger van, ja, als ik dan naar Europa moet bellen, dan weet ik niet wie ik moet bellen. Nou, dat weten we nu wel, hè. Je moet gewoon Merkel bellen. Dus misschien is het een beetje voorspelbaar of zo. Weten we het allemaal al dat er wat er zondag gaat gebeuren? Het ziet er toch wel naar uit dat ze gaat winnen. Ik heb een fotootje meegenomen. Dat vind ik, dit was dan een scoop van de Daily Telegraph. Een scoop. Die hadden ontdekt dat Angela Merkel elk jaar als ze met haar man gaat wandelen, hetzelfde blouseje aan heeft. Ik weet geestig dat ze dat ook een scoop noemen, maar goed. Maar het zegt wel iets, hè? Het is toch wel, ja, super betrouwbaar, altijd hetzelfde. Ja, misschien een beetje op het saaie af, maar misschien is dat ook wel wat wij nodig hebben. We gaan het anderhalf uur over de Duitse verkiezingen hebben. En over mogelijke coalities en de AfD, de opkomst toch van een, maar ik mag toch wel een populistische partij noemen, denk ik. Maar ook wat betekent het voor de toekomst van Europa, hè? Als Merkel en Macron dan dadelijk verder Europa vorm gaan geven. Want we weten ook van vroeger uit nog van Kohl en Mitterrand en iedereen. Weet je, het gaat om elke keer weer om die Duits-Franse as. Wat betekent dat dan voor Nederland? Want ondertussen zijn die Britten, die zitten ergens op hun eiland teruggetrokken. En hoe gaat dat dan met nieuwe verhoudingen? We zijn natuurlijk goed met Duitsland, maar wat betekent dat dan dadelijk? Gaat ze doorstomen? Wat betekent het voor immigratie? Wir schaffen das. Ik denk dat ze altijd zo herinnerd zou worden als de vrouw die zei, wir schaffen das. Nou, we hebben prachtige mensen vanavond die er alles van weten, want ik ben slechts de simpele moderator. Ik ga eerst even met het boek wapperen van Michelle de Waard. Je kunt het boven kopen. Ja, ze is echt een doorgewinterd financieel-economisch journalist, parlementair journalistiek gedaan, Europa-correspondent. Duitsland gecoverd, chef economie geweest bij NRC. Schrijft ook regelmatig nog voor het FD. Afgelopen vrijdag nog een leuke column over Merkel. Dus die hebben we aan tafel. Karsten Bezerski werkt in Frankfurt. Is daar chief economist bij ING. En René Cuperus, ja, wie kent hem niet? Cultuurhistoricus, columnist. Expert op het gebied van populisme, heeft nu ook vergelijkend promotieonderzoek gedaan naar de opkomst en vooral ook de neergang natuurlijk van de volkspartijen in Nederland en in Duitsland. En ik wil hem dan ook vragen of hij de aftrap wil geven. Hij zal 10 minuten, kwartiertje praten, dan kunt u nog rustig achteroverleunen. Maar ik kom dadelijk natuurlijk ook al uw vragen ophalen. En dan zullen we daarna in een panelgesprek, ja, het verleden van Merkel bespreken, die komende verkiezingen natuurlijk zondag, en dan natuurlijk een flink brok toekomst. Waar gaat Europa heen als toch deze vrouw weer aan het roer staat? Ja, wie weet, misschien pakt het wel heel anders uit zondag. Ik durf niks meer te voorspellen. Dat is het enige wat ik heb geleerd na 15 jaar financieel-economische journalistiek. René Cuperus, mag ik jou vragen om de aftrap te verzorgen? Dankjewel. Dankjewel, Hella. Dames en heren, elke keer als we het over Duitsland hebben, dan stuiten we op een rare paradox in Nederland. Want Nederlanders vinden Berlijn heel cool, maar vinden Duitsland niet cool. He, ze vinden de Love Parade heel cool, maar ze vinden de Duitse taal niet cool, laat staan de Duitse politiek. He, dus er is iets heel groot verschil tussen hoe men Berlijn beleeft en hoe men Duitsland beleeft. En daar stuiten we ook op bij dit soort discussies over de Duitse politiek. Die zijn niet zo populair in Nederland, helaas. En dat heeft ook dramatische gevolgen, het feit dat Duitsland zo weinig cool is. Het is dramatisch het aantal jongeren wat Duits studeert in Nederland. Het zijn er, geloof ik, 50 tot 60 maximaal, terwijl in Duitsland er veel meer jongeren Nederlands studeren. Dus het is geheel tegen ons nationaal belang in dat er zo weinig mensen, ook voor ons bedrijfsleven, voor de economie, Duits leren. Dus je moet bijna mensen uit Duitsland inhuren om als bedrijf in Nederland om zaken te kunnen doen in Duitsland. Dus er is iets raars aan de gang aan de hand met onze verhouding tot Duitsland. En het cliché wil natuurlijk dat Duitsland saai zou zijn en dat ook deze verkiezingen saai zouden zijn.
En helemaal deze verkiezingen, omdat eigenlijk, er is van alles aan de hand, maar we weten al wie er gaat winnen, namelijk Angela Merkel. Dat staat bij voorbaat vast. Wie anders zou deze verkiezingen winnen? En het is waar dat vergeleken bij de bizarre overwinning van president Trump in Amerika, of vergeleken bij de heftige strijd tussen Macron en Le Pen in Frankrijk, bij de laatste verkiezingen in Frankrijk, waarbij het hele politieke stelsel van Frankrijk ineens stortte, dat daarbij vergeleken de Duitse verkiezingen van zondag tamelijk veel minder spectaculair zijn, veel minder medisch uniek, veel minder ruig zijn. Maar toch wil ik vanavond in het kort de stelling hier verdedigen dat de Duitse verkiezingen allesbehalve saai zijn, maar in plaats van saai superbelangrijk voor Europa en voor Nederland. En ik heb daar drie redenen voor waarom ze niet saai zijn. En de eerste heeft te maken met de nationale doorbraak van de AfD. De doorbraak op federaal niveau van de rechtspopulistische partij, de AfD. Hoe saai is het dat het voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog er weer halve en hele naties de Duitse Bondsdag binnenkomen? Is dat saai? Nee, dat is, als je let maar op straks op de reacties in Duitsland, dat is niets minder dan een elektroshock voor het naoorlogse zelfbeeld van Duitsland. Dat gaat een enorme impact hebben, een enorme shock effect hebben in Duitsland, dat voor het eerst een partij die op een of andere manier connecties heeft met het neonazidom, daar kom ik zo meteen nog wel op terug, dat die opnieuw in de Bondsdag is tegengekomen. En dat staat geheel haaks op waar het allemaal over ging in Duitsland na de Tweede Wereldoorlog. Nie wieder deze verschijnselen terug. En toch is het nu weer teruggekomen. Dat heeft volgens mij een ongelofelijke impact op de Duitse publieke opinie na zondag. Je zou kunnen zeggen, en ik heb er zelf ook wel lang zo over gedacht, dat het op zich misschien helemaal niet zo slecht is dat er nu eindelijk ook een rechtspopulistische partij in Duitsland komt. Dat Duitsland daarmee eigenlijk min of meer normaliseert, vergelijkbaar wordt met andere landen in Europa. Daar is iets voor te zeggen. Want er was een van de problemen van de afgelopen tijd was dat Duitsland een soort oog in de orkaan was van een totale politieke instabiliteit en fragmentaties in de landen om hun heen. Denk maar aan Polen, denk maar aan Hongarije, denk aan Nederland, België, Oostenrijk, Scandinavië, overal is een enorme politieke instabiliteit, politieke fragmentatie, behalve in Duitsland. Daar ging alles wijd en zo, steeds in hetzelfde bloesje op vakantie. En dat levert een soort kloof op tussen hoe er in Duitsland over de politiek werd nagedacht en hoe er in de rest van Europa over de politiek werd nagedacht. En soms had je het gevoel, als ik in Berlijn op bijeenkomsten was, dat men in Duitsland iets te weinig antenne had voor de onrust en de instabiliteit in de rest van Europa. En het feit dat zij nu ook een rechtspopulistische partij krijgen in de Bundestag, je zou kunnen beargumenteren, dat is goed, want daarmee normaliseren ze in Europa en snappen ze iets beter wat er aan de hand is. Dat is één manier om er naar te kijken. Je kunt ook zeggen, het is niet onbegrijpelijk en niet onverklaarbaar dat er in Duitsland nu ook een rechtspopulistische partij, protestpartij, is opgekomen. Als drukventiel van protest en onbehagen. Het is niet zo gek dat er zo'n partij opgekomen is in een land waar het politieke centrum de laatste 10 jaar enorm samengeklit is met elkaar. In die grote coalities, links en rechts. De grote tegenstanders SPD en CDU zijn eigenlijk voortdurend samengeklit in het politieke centrum. En als je dat doet, dan produceer je eigenlijk populisme op die manier. Als de links-rechts tegenstellingen in het politieke centrum verdwijnen, oplossen, als dat één groot partijkartel lijkt te zijn of één establishment, dan produceer je daar eigenlijk populisme mee in tijden van wantrouwen in een wereld op drift. En gaat het nog iets verder. Je kunt ook zeggen dat de gevestigde politiek munitie heeft aangeleverd voor het ontstaan van het populisme, rechtspopulisme in Duitsland. Men heeft munitie aangeleverd voor de opstand van het rechtspopulisme, ook in Duitsland. Eerst was daar de SPD, de Duitse Sociaaldemocraten, die met hun verzoberingsagenda van de verzorgingsstaat onder kanselier Gerhard Schröder, agenda 2010 heette dat, grote ongelijkheden en relatief grote armoede in Duitsland heeft laten ontstaan. En de kloof tussen arm en rijk is in Duitsland veel groter dan die bijvoorbeeld in Nederland is of in Scandinavië. En dat is mede veroorzaakt min of meer door die hervormingsagenda van agenda 2010 van Gerhard Schröder, de sociaaldemocratie. En die hervormingskoers toen, van 10 jaar geleden, die leverde een enorme clash op tussen de SPD en de vakbeweging. En tussen de SPD en zijn traditionele achterban. En die mensen die zijn eigenlijk vrijgekomen voor die populistische partijen. Dat is een van de gevolgen daarvan geweest. En je kunt zeggen dat de SPD
de Sociaaldemocraten in Duitsland nooit echt meer hersteld zijn van die clash onder Gerhard Schröder. Ze hebben nooit meer hun sociale geloofwaardigheid kunnen herwinnen. En eenzelfde soort existentiële kortsluiting met de eigen achterban is de christendemocratie in Duitsland overkomen. CDU, CSU. Hetzelfde soort kortsluiting met de traditionele achterban. De Duitse christendemocratie moet het traditioneel hebben van stabiliteit en zekerheid. Het beroemde woord keine experimenten van Adenauer, waar Merkel ook bijna elke week aan refereert. Dus stabiliteit en zekerheid, daar staat de christendemocratie in Duitsland voor. Maar juist die christendemocratie, die het zo moest hebben van die klassieke waarden van zekerheid en stabiliteit, die ging in de periode Merkel twee hele grote, riskante experimenten aan. In de eerste plaats de energiewende, het sluiten van alle kerncentrales, het in één klap overgaan van kernenergie op duurzame energie. Heel goed en innovatief en spannend, maar ook wel met enorme gevolgen voor banen en onrust creërend. Dus eigenlijk haakstaan op dat keine experimenten gevoel. En dat gold natuurlijk nog sterker voor de vluchtelingscrisis in 2015. Om goede humanitaire redenen heeft Merkel wellicht dat experiment aangegaan. Maar op dat vluchtelingenexperiment van Merkel is enorm heftig gereageerd in Duitsland tot op de dag van vandaag. Dus op zichzelf is die opkomst van de rechtspopulistische AfD en van de radicaal linkse Die Linke niet onverklaarbaar en onbegrijpelijk. Maar daar zit wel een adder onder het gras. Want in Duitsland is, en dat is het, heeft te maken met de Duitse geschiedenis, zijn die oppositiepartijen, die protestpartijen, die flankpartijen, zijn niet bepaald neutraal. Eigenlijk in Nederland zijn die flankpartijen al niet echt neutraal, maar in Duitsland al helemaal niet. Want daar kun je spreken eigenlijk van een oppositie die vergiftigd is door de Duitse erfenis van het totalitarisme. Simpel gezegd, die Linke die heeft connecties met de oude DDR. Die Linke, dat is zeg maar de SP van Nederland, maar dat is in Duitsland een net iets andere partij, die heeft directe connecties, die komt voort eigenlijk uit de onrechtsstaat, zoals ze dat zo mooi noemen in het Duits, van de DDR, heeft connecties met die communistische dictatuurpartij, de SED. Dat maakt dat die Linke een tamelijk smoezelig imago heeft bij heel veel Duitsers, met name in West-Duitsland, en dat die ook heel moeilijk verkiesbaar is voor West-Duitsers. Want die zien daar toch nog een soort communistische geur rond die partij hangen. En iets soortgelijks is het geval met de AfD. De AfD is anders dan Pim Fortuyn, de partij van Pim Fortuyn of zelfs die van Geert Wilders. Is een partij die connecties heeft met de bruine onderwereld, die in Duitsland tamelijk groot is. De bruine onderwereld, daar bedoel ik mee de neonazi's zien, de neonazi-milieu, wat met name in Oost-Duitsland en in sommige steden van het Ruhrgebied enorm groot is. Veel groter, dat kennen wij eigenlijk in Nederland op die manier niet. En welke partij ook rechts van de CDU en de CSU opduikt in Duitsland, die heeft altijd moeite om niet geïnfiltreerd te raken of niet contacten te onderhouden met die bruine onderwereld van Duitsland. En dat geldt ook voor de AfD. Die wordt dan ook door velen in Duitsland wel als een soort proto-nazi-partij gezien. En om die reden zelfs buiten de democratische orde uitgesloten. Bijvoorbeeld de kanselierskandidaat van de SPD, Martin Schulz, die zegt de AfD is helemaal geen alternatief voor Duitsland. Nee, het is een schande voor Duitsland. Die partij zou er eigenlijk helemaal niet moeten zijn. Die partij wordt eigenlijk buiten de democratische orde verklaard daarmee. En ook de huidige justitieminister zegt de AfD is niet zomaar een partij. Nee, dat is een partij die ongrondwettelijk is en door de veiligheidsdiensten permanent geobserveerd zou moeten worden. Dus je ziet, daar zit een soort spanning met die partij die we eigenlijk op die manier in Nederland niet kennen. En toch zou zondag, zou het wel eens zo kunnen zijn dat het grote nieuws van zondag, dat is een speculatie, zou kunnen zijn dat de AfD veel groter uit de verkiezingen komt dan wij nu denken, dan nu in de peilingen zichtbaar wordt. En dat de opmars van de AfD in Duitsland breaking news wordt en niet de vierde relaxte herverkiezing van Merkel. Dat is een van de mogelijkheden waar commentatoren wel rekening mee houden. Tweede reden, en ik zal niet al te lang meer praten. De tweede reden waarom de Duitse verkiezingen allesbehalve saai zijn, heeft te maken met het feit dat Angela Merkel, de eeuwige Duitse kanselier, dat die aanblijft. Dat is op zichzelf heel belangrijk en niet saai, maar heel belangrijk voor de toekomst van Europa en de toekomst van de wereld en de toekomst van Nederland. Het zag er even naar uit dat dat misschien mis zou gaan, dat aanblijven van Angela Merkel. Want zij heeft het heel erg moeilijk gehad in het jaar 2015 tijdens die vluchtelingscrisis. Toen werd ze enorm, dus was ze aan het wankelen gebracht door kritiek van de AfD aan de ene kant, die enorm opkwam in de Bundesländer, in de regionale parlementen van Duitsland.
En ze kwam onder vuur te liggen van haar Beierse zusterpartij, de CSU. En dat, hè, dat maakte eigenlijk dat de grote kanselier Angela Merkel enorm aan het wankelen werd gebracht. In het jaar 2015, toen de vluchtelingenstroom op zijn hoogtepunt was. En zij heeft, zo moet je er eigenlijk naar kijken, zij heeft haar politieke leven gered door die deal, de omstreden deal met Turkije. De Turkije-Europa-deal, waardoor de vluchtelingenstroom min of meer onder controle werd gebracht. Dat heeft haar politieke leven gered. En dat is de reden waarom zij nu zondag tamelijk relaxed weer herkozen kan worden. Maar als die stroom vluchtelingen was doorgegaan, dan had ik het nog wel eens willen zien hoe dat was afgelopen in Duitsland. Dus dat zijn wel belangrijke dingen om je terugwerkende kracht te realiseren. Er is een heel sterk gerucht, ik zocht nog een jouw boek ernaar, maar ik kwam het niet helemaal tegen, dat Obama in zijn laatste bezoek aan Duitsland geëist heeft van Angela Merkel om nog één keer op te gaan voor het kanselierschap. Hij heeft een soort mysterieus bezoek gebracht, een van de laatste dagen van zijn presidentschap, Obama, naar Merkel. En er wordt gezegd dat hij daar geëist heeft, jij moet, dat zij eigenlijk wilde zij niet meer. Ze was er wel klaar mee met het kanselierschap, met het zware leven wat ze daarmee leidde. Maar Obama zei, vanwege Trump, vanwege de chaos van Brexit in Europa, vanwege de verkiezing van Trump met al zijn onvoorspelbaarheid en zijn gekte, hebben we één stabiele wereldleider op zijn minst nodig die een beetje de boel bij elkaar kan houden de komende periode. En daar, hij schijnt een heel zwaar beroep gedaan te hebben op Merkel om nog één keer op te gaan voor het kanselierschap. Dat doet ze dan nu, zondag. Dus gaan stemmen in Duitsland die zeggen dat gaat die 4 jaar gaat ze niet volmaken. Misschien dat ze na 2 jaar zegt, ik geef een stokje over aan mijn opvolger. Is ook onduidelijk, soms zegt ze iets anders. Maar dit is een afgedwongen 4e termijn. Eigenlijk door de omstandigheden, de chaos, de turbulentie, de onzekerheid in de wereld. En dat is ook goed om je, denk ik, te realiseren. De derde reden en het laatste argument waarom deze verkiezingen allesbehalve saai zijn, maar juist super relevant voor Europa en voor ons, dat is de kwestie van Duits leiderschap. Hella zei het net al, Duitsland is het machtigste land van Europa. Als Merkel iets niet wil, gaat dat niet door in Europa. Ze kan ook dingen min of meer afdwingen. Als ik heel eerlijk ben, heb ik meer vertrouwen in het leiderschap van Angela Merkel dan in bijvoorbeeld dat van Martin Schulz in de komende periode. En dat heeft veel te maken met het feit dat Angela Merkel meer nog dan Martin Schulz een meer gematigde koers in Europa voorstaat dan mensen als Scholz en Juncker, die ik eigenlijk zie als een soort Europa-maximalisten. Die willen meer Europa, meer verdieping in Europa, maximaal Europa eigenlijk naar voren brengen. Europa is heilig en alle Europa-kritiek is ketterij. Dat is een beetje de mindset van Juncker en Scholz. En ik vind dat een gevaarlijke houding. Net nadat we een enorme populistische opstand hebben gehad in Europa. Dan moet je oppassen met de stappen voorwaarts die je in Europa gaat maken. Wat is het mandaat? Precies voor die grote sprong voorwaarts met Europa, waarvan nu iedereen denkt dat Macron en Merkel dat gaan doen. Maar ik denk dus dat dat mee zal vallen, dat Merkel helemaal niet de grote sprong voorwaarts wil maken, maar dat veel gematigder wil doen. Omdat er eigenlijk geen mandaat is voor het Europa van Scholz en Juncker. Je kunt, als je wil, het Europa van Scholz en Juncker doordrukken tegen alle populistische weerstand in. Een Europees project afdwingen waar hooguit de helft van de bevolking in Europa achter staat. En dan meestal de hoogopgeleide en de mensen die internationaal zijn georiënteerd. Die steunen die grote sprong voorwaarts met Europa, maar de andere helft van de bevolking steunt die sprong voorwaarts niet. En Europa is mij te lief om deze riskante gok te wagen. En ik denk dat Angela Merkel erg belangrijk is om de gezond verstandkoers met Europa te bewaken. Dat is mijn laatste argument waarom deze verkiezingen dus allesbehalve saai zijn. Ze zullen uiteindelijk gaan over de koers van Europa, de koers van Duitsland in Europa en met alle mogelijke gevolgen voor Nederland. Laatste opmerking. Jullie hebben vast afgelopen zondag allemaal zondag met Lubach gezien, die ook zelfs even over de Duitse verkiezingen ging. Die had een heel leuk filmpje, die hadden we eigenlijk hier moeten hebben, van Angela Merkel als marionettenpop, hè? De poppenspeler. Dat heb je. We hebben een stukje van. Oh, heb je zo'n? Oké, dat wist ik niet. Spannend. Heel leuk. Dat is helaas zit daar wel een kern van waarheid in. Dat Angela Merkel de poppenspeler van Europa is. En aan de touwtjes trekt van alle landen. Zoals we dat gezien hebben in de casus van Griekenland. De verhouding tot Zuid-Europa. Ze zijn heel gevoelig tussen Duitsland en Zuid-Europa. Zij trekt op een bepaalde manier aan de touwtjes. Ook van Nederland. Dat is al een democratisch probleem in Europa, dus daarom moet je al tamelijk terughoudend zijn bij het Europese project.
Maar ik zou wel willen zeggen dat als ik moet kiezen wie mijn poppenspeler is, dan kies ik toch het liefst Angela Merkel. En niemand anders op dit moment. Dus hoezo saaie verkiezingen? We gaan ooit nog terugverlangen naar de zogenaamde saaiheid van Angela Merkel en het hedendaagse Duitsland. Dankjewel. Dankjewel, René. He? Ga lekker zitten, Michel. Kars, mag ik ook jullie uitnodigen om alvast te gaan zitten? Dat geeft mij even de ruimte, want nu zitten jullie er al lekker in. Het is een hele belangrijke verkiezing. Om even bij jullie te proeven waarom jullie hier zijn. En misschien zit je al met een vraag waarvan je denkt, nou, dat wil ik in ieder geval vanavond te weten komen. Mag ik dan bij uw buurvrouw beginnen? Nee? Nee? Waarom bent u hier vanavond? Nee, allemaal heel eng. Nou, dan jij dan. Wij zijn meegekomen met Michelle. Dus dat is een beetje de achtergrond al die qua interesse ligt. En is er iets waarvan je denkt, nou, dat wil ik wel te weten komen vanavond hoe dat zit? Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet heel erg veel weet van de aankomende verkiezingen en dergelijke. Maar waar ik benieuwd naar ben, is je hoort zoveel over Merkel natuurlijk. En in hoe ik het ervaar, is er ook weinig alternatief dan Merkel voor de aankomende verkiezingen. Dus voor mij is het al eigenlijk redelijk duidelijk dat zij... Dus wat doen we hier eigenlijk van? Ja. Nee, precies. Precies. En hoe is dat voor u? Kunt u dat zo zeggen? Waarom ben ik hier? Ja, ik kom net terug uit Duitsland. Ik ben op vakantie geweest in Duitsland. En ik heb op mijn werk dat verteld. En iedereen vindt Duitsland een land waar je niet naartoe op vakantie gaat. En ik ga elk jaar, ik vind het fantastisch. En zeker met de historie, de Tweede Wereldoorlog natuurlijk, waar ze daders en ondertussen ook slachtoffers blijken te zijn geweest van hun eigen bewind, daar nog steeds mee worstelen. Ik vind het fantastisch om dat door het land te reizen, dat te merken en met mensen in contact te komen, naar musea te gaan om te kijken hoe ze daarmee omgaan. En ik ben hier vanavond omdat dit me gewoon heel erg interesseert en het heel erg belangrijk is. Bedankt voor uw fantastische opening. Het was heel duidelijk, ja. Nou, dat al een beetje input, hartstikke fijn. Ik ga blijkbaar hier. Die is nog over. Even kijken of deze allemaal werken. Werkt dit zo? Ja, dat is een soepele switch. Ik ga wel iets naar achter. Zit iedereen goed? Michel, mag ik met jou beginnen? Ik plug nog even het boek, hoor. Ja, ik heb heel lang bij de commerciële gewerkt, dus ik ga me er helemaal niet voor. Je hebt net dit boek geschreven. En ze is natuurlijk al zo lang aan de macht, dat het eigenlijk gek is dat we toch eens even moeten beginnen bij wie die vrouw nou eigenlijk is. Ze geeft weinig interviews. Ze is niet heel erg persoonlijk. Dus ja, weten we eigenlijk veel over hoe zij naar de wereld kijkt? Nou ja, dat was voor mij eigenlijk een van de drijfveren om het boek te schrijven. Dat idee was geboren toen ik correspondent was voor NRC Handelsblad. In Duitsland, omdat zij mij opviel. Een jonge vrouw die uit Oost-Duitsland komt. Daar verder niet politiek actief was in de dissidentenbeweging, bijvoorbeeld. En die zeg maar uit het politieke niet kwam. En op een gegeven moment in december 1999 wel het lef had om haar politieke peetvader, nou ja, om het even onaardig te zeggen, een dolk in de rug te steken. Kool. Zo bedoel heb ik het. Dat was Helmoet Kool. Nou, klinkt een beetje kras. Kijk, het CDU werd toen geteisterd door een enorme zwartgeldcrisis. En Kool weigerde de namen. Kool was geen partijvoorzitter meer. Hij had de verkiezingen verloren. Was ook al lang aan de macht geweest. Maar hij was erevoorzitter van de partij. En ja, hij drukte een enorm stempel op die partij. Ja. En hij weigerde die namen te noemen. En Angela Merkel, die was toen secretaris-generaal. En Schäuble, de huidige minister van Financiën, was voorzitter. Ja, die en deze de week die... 75 is geworden. Dus die kennen elkaar. They go a long way back in goed Duits. Ja, en die partij kelderde in de peilingen. En dus het ging helemaal niet goed met die partij als gevolg van Kool's houding. En toen heeft Merkel eigenlijk, die is in de pen geklommen, en die heeft een brief geschreven naar een belangrijke krant, de Frankfurter Allgemeine Zeitung. En daarin heeft ze eigenlijk een beroep gedaan op de basis van de partij om zich los te maken van Kool.
het oude strijdros en op eigen benen verder te gaan. Eigenlijk was sterke de partij... ethiek eigenlijk vanuit. Ja, ja, zij zat met een enorm gewetensprobleem. Ja, ja. We zien haar hier trouwens met Kool, hè, hoe jong ze daar ook is. Ja, nou ja, goed, dat is wel een hele mooie foto. Mooi detail uit jouw boek is dat dan ook die Berlijnse muur valt. Zij dus wel ook feest viert. En 's ochtends volgens mij de enige in heel Berlijn om 9 uur weer op de werk zit. Ja, dat tekent haar. Ja, dat zegt wel iets. Hè? Ja. Nog even heel kort. Oké, dus zij heeft ook eigenlijk gezegd, we moeten afstand nemen van Kool. De partij staat voorop. En, maar hij neemt haar ook als het is het meetjen van Kool. Hè, zo dat nog in die tijd. Hij neemt haar meteen mee naar Frankrijk. Hij heeft haar alle kansen gegeven, zeg maar. Ja. Hè? Want ze kwam natuurlijk uit het niets. En hij was op zoek naar politiek talent uit het oosten, wat hij heel graag, die graag een rol wilde laten spelen. Dus hij heeft haar een spoedcursus buitenlandse politiek gegeven. Hij heeft haar meegenomen naar Frankrijk en uitgelegd waarom de Franse verzoening zo belangrijk is. Ja, nee, want Kool zegt al tegen haar, Frankrijk en Duitsland, dat is Europa. Ja, dat is Europa. Dus dat zal zij denk ik nu nog wel in haar hoofd hebben. Oh, absoluut, absoluut. Maar het basisprincipe is de Westbindung. Dus dat betekent dat Duitsland is na de Tweede Wereldoorlog weer overeind gekomen dankzij de Europese integratie. Daarmee hebben ze hun zelfrespect weer herwonnen. Maar de andere anker is natuurlijk Amerika. Daar heeft hij er ook mee naartoe genomen. Ik vond het fantastisch. Ja, dat vond ze fantastisch. Ja. Ja. Ze droomde nou als meisje. Ja, ja, heeft ze die blouse gekocht, hè? Ja, die lief. Ik vrees het ook. Ja. Ik geef wel een hele goede kwaliteit. Kerst, ik geef het aan jou. Het is natuurlijk een open deur dat Duitsland onze belangrijkste handelspartner is. Maar ik heb dan heel vaak, er wordt dan altijd geroepen, ja, wel belangrijke handelspartners. Zie je nu ook met het Verenigd Koninkrijk. En er zijn dan allemaal politieke verschuivingen. Maar uiteindelijk handelen we gewoon door met elkaar. Ik bedoel, als we gewoon die producten, als we gewoon die BMW willen hebben. Maakt het eigenlijk niet uit wie daar nou de baas is. Of hoe zie jij dat? Nee, je kan zeggen dat de economie altijd doorgaat. Los van het feit wie de baas is. Nee, maar iets dichterbij. Zie je in Nederland ook. Hè? Het rijdt ook, hoewel je nog 6 maanden lang geen regering hebt. Dus... Is het, België heeft het 2 jaar volgehouden, het rijdt ook heel goed. Het is natuurlijk wel heel belangrijk waarom, als je economisch even kijkt, wat gaat er in ieder geval gebeuren na de verkiezingen? We krijgen meer investeringen. Ja, dus ook het moeilijke aan deze verkiezingen is... We krijgen meer investeringen? Ja, het moeilijke aan deze verkiezingen is om echt verschillen te zien. Daardoor lijkt het ook saai voor de buitenstaander. Maar de verschillen zijn klein, maar wel heel belangrijk. En als je dat probeert als econoom te bekijken, wat gaat er veranderen na zondag? Dan is het in ieder geval meer investeringen. Meer overheidsinvesteringen, meer particuliere investeringen. Waarom? Omdat Duitsland een enorme achterstand heeft op het gebied van infrastructuur, conventioneel. Dus snelwegen, bruggen, spoorwegen. Dat kunnen wij ons niet voorstellen, maar er is ook een heel kritisch boek verschenen dat Duitsland eigenlijk in die zin... Trump heeft het over eigen land gezegd, derde wereldland, dat zou ik dan toch niet willen zeggen. Maar wij denken dan altijd dat Duitsland is af, maar dat is niet zo. Hè? Loopt achter, hè? Het was af, maar 20 jaar geleden. En inmiddels niet meer. Maar wat nog erger is, los van gaten in de snelwegen, is digitalisering. En op het gebied van digitalisering loopt Duitsland enorm achter. Kan je ook niet voorstellen. Nee, dat en kan is me niet alleen voorstellen. Maar dus kijk naar internetdekking, kijk maar naar die zitten daar nog met een modem in te bellen, of moet ik dat voor me zien? Met een faxmachine. Nee, zo erg is het niet. Maar wat je... Kijk, Duitsland is een groot land. De hele middelstand, een beetje het belangrijke motor van de economie, zit op het platteland. En het platteland heeft nauwelijks internet. Ja. Dus dat is gewoon, daar heb je gewoon de glasvezel nodig. Ja. Dus daar moet je investeren. En dat hebben de Duitsers nu de afgelopen jaren niet gedaan. En het klotst over de plint. Ik snap het niet. Het is zo'n rijk, welvarend land. Dus dat heeft ze echt fout gedaan. Even afzien van de immigratie komen we zo op. Maar dat... Het is, kijk, het is een langer verhaal. Je ziet dat dat bedrijfsleven het heeft onderschat. Omdat het bedrijfsleven al in de jaren 2000 een keertje bijna op hetzelfde moment stond van... Destijds vertelde ook iemand, new economy.
ICT is de toekomst. Toen zeiden de Duitsers, nee, is niet zo. Wij gaan gewoon efficiënter door. Wij maken verder mooie machientjes en we verkopen die naar China. Nou, het is hun gelukt. En vandaar waren ze ook nu weer heel aarzelend om digitalisering in feite in de armen te nemen. En dat andere wat natuurlijk wel bij het economisch beleid past, is meneer Schäuble. Die permanent vasthoudt aan het begrotingsoverschot. Ja. En het begrotingsoverschot gaat ten koste van meer investeringen. Ja, en ook hogere lonen. En René, ja. Onderschat ook niet de eenwording met Oost-Duitsland. Hè? Want, hè, dus Duitsland was de zieke man heel lang. Maar toen waren ze bezig om Oost-Duitsland helemaal op het niveau van West-Duitsland te krijgen. Met heel veel geld en investeringen. En op het moment dat dat gelukt is, toen werd opeens Duitsland weer de economische motor en booming economie die het eigenlijk nu voor het eerst weer is. Ja. Ja, dat heeft een hele tijd geduurd voordat ze Oost-Duitsland er bovenop gekregen hebben. En voordat ze, zeg maar, het is een veel industriële land dan al in andere landen. Dan Engeland, dan Nederland. Wij zijn meer service-economieën geworden. Hun kracht is industrie en ingenieurseconomie. En dat kost blijkbaar langer om dat digitaal te krijgen dan ons soort economieën. Ja. Maar dat weet ik niet of je daar zo tegenaan kijkt. Maar ik was in Duitsland. Ik kon nergens pinnen. Nee. Ja, dat is een heel ander verhaal. Je kunt bijna niet pinnen, je hebt bijna nergens wifi. Dus het klopt helemaal dat land achterloopt eigenlijk voor onze begrippen. Ja. Dus er moet geïnvesteerd worden. Wie daar ook dadelijk aan... Nou goed, Merkel komt dus waarschijnlijk aan te horen. Maar welke coalitie het ook wordt, moet geïnvesteerd worden. Ik wil heel even kijken naar haar erfenis tot nu toe. En dan ontkom ik natuurlijk niet aan het Wir schaffen das fragment. Dat wil ik toch eventjes terughalen, als dat kan. Vor 11 Monaten habe ich genau hier in diesem Raum gesagt, Deutschland ist ein starkes Land. Das Motiv, mit dem wir an diese Dinge, ich habe das eine nationale Aufgabe genannt, an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Was de impact hiervan eigenlijk meteen al duidelijk? Wie wil hem, Michel? Nou, kijk. Dat iedereen stond op menig Duitse kanselier zegt, wir schaffen das. Want ze zijn politici, ze zijn politicus. En iets lukt. Merkel heeft al een paar keer in 2015... Is je goed te verstaan, jongens, want anders moet je even deze pakken. Merkel heeft al een paar keer in 2015... gezegd, wie er zelf een das. Dus voor die en toen viel het niemand op. Nou ja, toen die bewuste 4 september je moet er wel in praten, nacht kwam, toen die zich voltrok. Omdat zij wist dat dat een hele moeilijke opgave was. Ze heeft ook tijdens de eurocrisis, die natuurlijk in 2009 al was losgebarsten, al kort daarna gezegd, het migratieprobleem gaat ons veel meer moeilijkheden opleveren dan de hele eurocrisis, toen daar natuurlijk nogal dramatisch over gedaan werd. Dus dat zou ik wel even in perspectief willen plaatsen. Natuurlijk is ze opgejaagd met die opmerking na die bewuste nacht. Maar wat ik toch ook wel belangrijk vind om te constateren, ten eerste is er in 2015 was er sprake van een extreme toestroom. Hè? Er zijn 1,3 miljoen migranten toen gekomen. Dus Europa werd onder de voet gelopen. En daar moest een oplossing voor komen. En dat is natuurlijk heel ingewikkeld om voor het migratievraagstuk een oplossing te bedenken. En Merkel heeft dat na die bewuste septembernacht, ze is natuurlijk gegrild door haar eigen partij en de CSU. Ik hoorde van wat de Bondsdag afgevaardigde dat ze 2 uur echt enorme onderhanden is genomen, om het zo te zeggen, door al die Bondsdag afgevaardigden uit haar partij. Die woest waren over de wijze waarop zij dat had aangepakt. Ze is daar wel achter blijven staan, dat er sprake was van een humanitaire noodsituatie. Dus dat tekent er ook weer. Maar ze heeft toen vervolgens een plan gemaakt, waarbij ze dus niet alleen het probleem het acuut wilde aanpakken en de integratie wilde verbeteren in eigen land, maar ook de oorzaken van die migratie, ook nogal ingewikkeld natuurlijk. Ja, want de oorzaken, dat zijn oorlogen en economische instabiliteit. Maar dan even afrondend voor dit stukje. Heeft ze het dan, we zijn misschien nog te vroeg in de tijd, maar heeft ze het dan uiteindelijk
geschaft. Want ja, er komen nu minder vluchtelingen binnen. We moeten natuurlijk nog maar zien hoe dat met die integratie gaat. Gaat ook geld kosten. Mensen hebben niet meteen een baan. Die zitten een tijdje in de bijstand. Maar aan de andere kant is het ook wel weer rustig. Heeft je het geschaft, wat dat betreft? Het is veel te vroeg. Het is veel te vroeg. En wat natuurlijk wel is, want je moet hier geen avond van alleen maar loftesgezang over mevrouw Merkel maken. Wat natuurlijk wel vaak ontbreekt, is een duidelijke visie. Of dat nu is op het gebied van Europa, of het is bij de vluchtelingen. Het is heel weinig, wordt ook aan de bevolking uitgelegd waar het naartoe gaat. Dus dat is wat René ook een beetje zei, kleine experimenten en dan wel een energiewende erdoorheen. Ja, precies. Gooien, vraagstuk van, nou, je kan argumenteren van dat je een economie die leidt onder vergrijzing ook wel nieuwe mensen nodig heeft. Maar dat is in feite nooit zo uitgelegd. Schaffen we dat? Is meer dan onduidelijk. Want als je nu ziet, al die vluchtelingen die er zijn, zijn nauwelijks in de arbeidsmarkt opgenomen tot nog toe. Dus de meesten hebben nog niet eens een verblijfsvergunning. Dus sommigen zitten echt gewoon één jaar, anderhalf jaar in de kamp. Ja, maar je ziet, en wat je ook had, was volgens mij in dat hele Wir schaffen das, werd Merkel ook ondersteund door de grote Duitse bedrijven, die onmiddellijk zeiden, wij hebben gewoon deze mensen nodig. Wij committeren ons aan om x aantal vluchtelingen op te nemen. Volgens mij staat op dit moment de teller op 15 mensen die... 30% las ik uit een onderzoek. Ja, 30% een baan gevonden heeft. Maar dat Nee, maar het gaat over banen bij DAX-bedrijven. Wat dus heel lang gaat duren, is deze mensen in de arbeidsmarkt te integreren. Ja, en wat daarbij wordt onderschat ook, is de Duitse natuur, zoals René al zei, houdt van stabiliteit en houdt duidelijk niet van verandering en van vernieuwing. Dus het gaat echt nog veel langer duren voordat deze mensen echt in de maatschappij worden geïntegreerd. Mm-hmm. Oké, dus je hebt nogal wat kritiek, René? Nee, ik ben het met Karsten eens, dat het te vroeg is om dat echt te zeggen. Of dat geschaft is, ja of nee. Maar eigenlijk heeft ze min of meer gezegd dat ze het niet echt geschaft heeft. Of ze heeft gezegd, we hebben het eigenlijk eenmalig geschaft. Hè? Want ze zegt steeds in de verkiezingstijd, dit was eenmalig, dit gaat nooit meer gebeuren. Zo'n binnenstromen van vluchtelingen, dat is eens maar nooit weer. Dat was toen een humanitaire noodsituatie. Er liepen vluchtelingen op de autobanen van Hongarije. En die werden bijna door Orbán met bussen van de weg afgereden. Dus we moesten toen iets doen. Maar het was out of control. En we hebben dat eenmalig gedaan, maar dit zal nooit meer gebeuren. Ze is wat ze steeds herhaalt. Ze zegt wel, ik ben trots dat ik het gedaan heb. Ik ben trots op de manier waarop de Duitsers ermee om zijn gegaan. Maar nooit meer. En dat geeft eigenlijk aan dat ze toch niet zo heel erg zeker ervan is dat ze het geschaft heeft. Zij is stilletjes. Anders zou je zeggen, kom nog maar een keer met zij is stilletjes aan. Als jullie trouwens geworden. Vragen hebben. Het beleid is zo streng. Erin. We zijn in een kleine zaal, dus als je denkt, ik wil iets weten, dan... Maar impliciet, dat is het. Met... Iets wat mij... Dus dat is dan ook haar binnenlandse erfenis, hè, waar die Duitsers zelf natuurlijk... bijzonder verontrust over zijn. Dus over immigratie gaan we zo natuurlijk nog verder over. Maar er is ook nog wel een erfenis binnen Europa. En dat weet ik nog wel zelf toen ik veel verslaggeving deed in Griekenland. We hebben er ook nog wel wat foto's van. De scheidslijnen tussen Noord en Zuid zijn door die eurocrisis... en door de zuidelijke landen in ieder geval toch ervaren als bijzonder hard, harteloos... De penningmeester Schäuble, die natuurlijk elke cent terug wil. Merkel is echt natuurlijk ook... we hadden geloof ik ook nog wat... die werd ook vergeleken met Hitler. En, dus er is ook binnen Europa ook wel iets stuk gegaan door dat beleid. Of niet, Karsten? Er is veel veranderd. Dus ik zit even te denken over erfenis. Merkel heeft natuurlijk altijd een beetje good cop, bad cop gespeeld met Schäuble. Dus het is vooral Schäuble die in feite nog meer penningmeester was dan Merkel. Dus Merkel kon altijd proberen... Ik weet niet of ze in Griekenland verschil zagen, hoor. Ja, weet niet. Kijk, het punt is... De eurocrisis is niet schuld van Merkel. Dat kan ook heel duidelijk zijn. Het is niet schuld van Duitsland. Dat komt een beetje op het punt van René van de Duitse leiderschap in Europa. Dus er was duidelijk gewoon... Duitsland heeft heel lang geaarzeld om dat leiderschap over te nemen. Merkel en Duitsland hebben geprobeerd om enigszins een korte termijn oplossing te vinden. Want dat is wat er is gebeurd, zoals het altijd gaat in Europa. Je hebt eigenlijk een structurele oplossing nodig, maar die kwam niet. Dus wat ging je doen? Dus je ging met noodkredieten, leningen, proberen Griekenland te steunen. Om dat gewoon aan de noordelijke landen uit te leggen, moest je daar extreem
keiharde voorwaarden opplakken. Dat is in feite wat met Griekenland en andere Europese landen is gebeurd. Wat er nu, als je nu een beetje economisch naar kijkt, is Griekenland natuurlijk de laatste uitzondering van eurolanden die het niet weer beter doen. Het is niet te betekenen dat het goed gaat, maar je ziet natuurlijk andere eurolanden die ook gewoon onder het noodfonds vielen. Spanje, Portugal, Ierland. Dat zijn allemaal landen waar het wel weer economisch een duidelijk stuk beter gaat nu. Het zit misschien wel in het geheugen. Maar die ook hervormd hebben. Ja, dat is bij de Grieken. Ja, okay, dat pad gaan we dan niet helemaal af. Want dat is weer. Dat is volgende week gaan we het over de. Ja. Je moet dat wel relativeren. De harde tegenstelling tussen het rijke noorden en het arme zuiden. Daar speelt vooral de Bild-Zeitung en dat soort populistische media in Duitsland heel erg sterk op in. En niet helemaal ten onrechte. Je hebt namelijk ook heel veel rijken in het zuiden. Die hun belastinggeld allemaal in Zwitserland hebben staan en geen belasting betalen. Tuurlijk, al die Griekse reders die al in Duitsland heel veel armen. He, die Hartz IV-ontvangers na die Schröder-regering, dat zijn mensen die bijna niet kunnen rondkomen. En het gaat nogal ver om hun te vragen om bij te dragen aan de rijken in Griekenland. En zo. Dus het zit iets complexer in elkaar dan alleen maar rijke noorden, arme zuiden. Waardoor je als leider toch problemen hebt om dat verhaal goed over het voetlicht te krijgen. Die solidariteit is overvraagd. Is complex. Een vraag! Ja. Ik kom naar je toe, want dan kunnen we het allemaal goed. Dat hoor ik wel. Dat hoor ik wel. Als we hard praten, horen we het wel. Ja. Het is meer een losse gedachte eigenlijk. Kijk, Angela Merkel probeert Frankrijk weer meer te betrekken bij het Europese project, zeg maar. In de geest van Kool, Mitterrand enzovoort. Ik denk ook, maar het is even gewoon, ik gooi het even in de groep, dat zij Frankrijk ook een beetje nodig heeft, een soort bruggenhoofd naar Zuid-Europa. Want als je het goed bekijkt, is voordoet Frankrijk ook niet al jarenlang niet aan zijn verplichtingen. Alleen niemand doet Frankrijk aan te pakken. En ik denk dat Duitsland Frankrijk nodig heeft misschien om te bemiddelen met die Zuid-Europese landen. Of zie ik het verkeerd? Ja, natuurlijk heb je ook Frankrijk nodig. Zeker heb je Frankrijk nodig om niet alleen als de grote leider die alles bepaalt gewoon in Europa te worden gezien. Kijk, het probleem met dit verhaal is, te lang je over nadenkt, des te ingewikkelder wordt het. En dat maakt het niet saaier, maar maakt in tijden van Trump en Brexit, waar we alleen maar op zoek zijn naar heel snelle antwoorden, maakt het dat gewoon duidelijk moeilijker. Als je kijkt wat leiderschap Merkel, vierde termijn. Het vermoeden is. En heel weinig mensen hebben haar op een echte visie betrapt, behalve op energie en vluchtelingen. Het vermoeden is dat Merkel wel een duidelijke pro-Europese visie heeft. En daardoor ook verder wil met integratie. Dat zij blij is met iemand als Macron, die misschien dan nog verder gaat in voorstellen die de Duitsers willen. Maar daardoor heb je daar wel iemand die een klein beetje de visie gaat vertellen. Mm-hmm. En dan kan je Merkel hebben, die dan in feite veel meer pragmatisch gaat kijken. Wat mogelijk is. Uh-huh. Ja, ik denk dat vandaar is het wel van enorm belang dat deze as of deze samenwerking beter werkt en dat het niet alleen maar gewoon Duitse dictatuur is die alles gaat bepalen. Uh-huh. Uh-huh. Oké, laten we eventjes naar die komende verkiezingen gaan van zondag. René, jij zei net al van nou, er waren drie redenen waarom die verkiezingen superspannend en heel belangrijk zijn. En de eerste reden die je noemde is toch de doorbraak in het parlement wat we zondag gaan zien van een partij met een bruin sausje, de AfD. Daar hebben we een fragmentje van. Laten we er heel even naar gaan kijken. Ik heb mich einiges in meinem Leben getraut. Mijn Job an den Nagel gehängt, Politik zu machen. Für die AfD. Ausgerechnet für die. Besorgte Bürger, Patrioten und junge Wilde. Wirklich nicht leicht, hier einen Nenner zu finden. Warum machst du dir überhaupt so viele Gedanken um Deutschland? Ich war 40 Jahre in der CDU. Die illegale Öffnung der Grenzen, da war mir klar, hier läuft etwas schief. Wenn wir uns jetzt nicht trauen zu sagen, das ist unser Land, wir bestimmen hier, dann wird Deutschland von der Landkarte verschwinden, nicht wahr, Frau Weidel? Ich sage lieber, das rechnet sich nicht. Kein Land der Welt kann jährlich Hunderttausende Zuwanderer alimentieren. Entweder hat Frau Merkel einen Goldesel oder sie veruntreut deutsches Steuergeld. Eins von beiden. Frau Merkel hat keinen Goldesel, doch einen Plan. Deshalb hält sie auch ihre Europa-Agenda geheim. Ich wette mit Ihnen, dass es nach der Wahl einen Schuldenschnitt Griechenlands gibt. Zu Lasten der deutschen Bürger. Nicht mit der AfD.
Die Deutschen brauchen eine Partei, die endlich wieder ihre Interessen vertritt. Deutsche Interessen. Nicht rechts, sondern rechtens. Und größer als 15%. Die Mutbürger sind jetzt gefragt. Holen Sie sich am 24. September Ihr Land wieder zurück. Trau dich, Deutschland. AfD. Ja, willen meer dan 15%. In de peilingen staan ze nu op 10%. Wie wil me even helpen met de geschiedenis van die partij? Want ik weet toch dat toen het opkwam, net in de eurocrisis, was het echt een andere partij. Ze waren heel erg kritisch over de euro. Maar dat anti-immigranten, dat aantrekken van neonazistische geluiden, dat zat er toen niet zo in. Ik herinner me nog heel goed toen ik correspondent was in Bonn, dat er toen al een paar boze professoren waren die nooit de euro hadden willen hebben. En natuurlijk wilde vasthouden aan de D-mark. En daar is in 2013 is toen Bernd Lucke, ook een hoogleraar economie, die zit nu weer in Hamburg, is toen met die partij begonnen. En nog een aantal andere heren, waaronder ook Gauland, die kwam uit de CDU. Dus dat was een anti-europartij. En die was altijd klein gebleven en ruzieerde ook wat. Maar 2 jaar later, toen natuurlijk er vond een implosie van die partij plaats in 2015. En eigenlijk door de migrantentoeloop en die bewuste septembernacht, is die partij, die heeft daar natuurlijk garen bij gespind, want die zijn overgegaan op een ander verkiezingsitem. Maar Merkel heeft wel echt iets gemist, dat zo'n partij nu op 10% staat in de peilingen als rechts CDU. Dan heb je toch het volledig niet meegekregen, René. Mm-hmm. Wat er aan de hand is in jouw samenleving. Ja, dat klopt. Want wat daar nog bij komt, dat is een beetje ingewikkeld. Je hebt ook die Pegida-beweging gehad in Oost-Duitsland. De anti-islamiseringsbeweging, met name rondom Dresden en Leipzig en zo, speelt vooral in Oost-Duitsland. Dat is bijna meer het geluid van Wilders. Hè? Vooral de islam als gevaar voor de westerse cultuur, voor de westerse democratie. En dat is eigenlijk ook, die partij had geen politieke stem. En de AfD is eigenlijk van een anti-euro-professorenpartij de politieke vleugel geworden van die Pegida-beweging van Oost-Duitsland. En daardoor zijn die professoren er uiteindelijk uitgevochten, uitgeduwd. Ja. En is die partij een rechtspopulistische partij geworden met zijn wortels in die Pegida-beweging. Waar ook een beetje die bruine neonazi-wortels al half in hingen. Wat die in Oost-Duitsland nou eenmaal de communistische dictatuur hebben overleefd, vreemd genoeg. Mm-hmm. Ik ben wel eens in Mecklenburg-Vorpommern geweest, helemaal in Noord bij de Oostzee. Daar heb je hele dorpen met alleen maar nazi's. Dat zijn nazi-dorpen. En daar kom je eigenlijk niet in als niet-nazi en zo. Dus heel vreemde dingen die wij niet kennen, maar dat is uit de DDR voortgekomen. Ja. En die zijn dus helemaal geen onderdeel geweest van dat Frans-Duitse bondgenootschap over Europa en zo. Die hebben een hele aparte politieke, culturele opvoeding eigenlijk gehad in Oost-Duitsland, die wij eigenlijk nauwelijks kennen. En dat geldt helaas ook voor Merkel, geldt dat zelfs ook. En Karsten, ik bedoel, want er is heel veel gerommel geweest in die partijen. Maar dat trekken die de mensen die dus zondag op hen gaan stemmen, dat trekken ze zich allemaal niet aan. Die zeggen dus echt van, het moet anders. En dat komt ook weer terug, wat jij zei, van nou ja, zo niet alle Duitsers zijn rijk. Wir soll das bezahlen. Het gaat niet alleen over immigranten, maar ook over wie gaat die rekening betalen. Mm-hmm. Maar wat denk je dat het gaat worden zonder? Dat is koffiedik kijken. Ik denk inderdaad dat zij gewoon dicht aan de 15% gaan komen. Kijk, dat verhaal, je kan je een uur praten over inderdaad AfD, Oost-Duitsers. Vergeet niet dat Oost-Duitsland het nazi-verleden niet als eigen geschiedenis zag. Dus in feite niemand in Oost-Duitsland heeft op school gewoon over het nazi-verleden geleerd, want dat was het verleden van de West-Duitsers. Dus dat betekent ook dat ze gewoon in feite cultureel en qua geschiedenis heel anders zijn opgevoed en opgeleid. Wat je ziet, en dat is ook mooi aan Mecklenburg-Vorpommern bijvoorbeeld, daar zitten, volgens mij is bij de bevolking minder dan 1% zijn buitenlanders, maar de AfD had meer dan 20% bij de laatste deelstaatverkiezingen. Ja, dat zie je natuurlijk ook in andere Europese landen. Wat je ziet is de Volendam is dat ook zo. Precies, wat je ziet is dat vooral in Oost-Duitsland een groot potentieel is voor protestkiezers, die in het verleden gingen naar Die Linke.
en die nu gewoon de andere kant op gaan naar de AfD. Mm-hmm. En dat punt is inderdaad, als je die twee mensen hier nu kijkt, dat is, was interessant, want die mevrouw Weidel, die is eigenlijk extreem intelligent en hoog opgeleid. Kleine anekdoot. Deze mevrouw spreekt uitstekend Engels. Was recent bij Bloomberg en heeft destijds aan Bloomberg gezegd dat ze helaas dat interview niet in het Engels gaat doen, omdat ze anders haar achterban niet aanspreekt. Meneer Lindner, meneer van de Liberale Partij, wilde zijn interview liever in het Duits doen, omdat zijn Engels gewoon heel gebrekkig was. Ja. Dus dat geeft ook een beetje aan. Dus je hebt hier nu wel twee mensen, maar die in feite er wel bewust over hebben nagedacht, wat ze doen met een strategie. Alleen is de laatste twee jaar was er zoveel ruzie binnen de partij, dat ze elkaar allemaal de tent hebben uitgevochten. Ja. Maar die kiezer trekt zich daar dus toch niet zoveel van aan, is de verwachting. Want jij denkt zelfs misschien richting de 15%. Is het nou goed dat die partij er is? Wat mij een beetje opvalt als ik naar die Duitsers kijk, wat er bij ons gebeurt als Wilders allemaal gekke dingen zegt en Baudet gaat allemaal gekke dingen zeggen, dan gaan Buma en Rutte dat een beetje overnemen. Dus die gaan dan een beetje zo en dan denkt die kiezer uiteindelijk, nou ja, goed, dan kies je toch weer voor een grote. Of, hè, dus als kleine beweging kun je wel verandering inzetten, dan gaan die grote moeten ook een beetje weg. Het lijkt alsof het CDU dat helemaal niet doet, of zie ik dat niet goed? Ik denk dat er een hele marktgat nu is voor voormalige Nederlandse politici om naar Duitsland te gaan. We hebben een nieuw exportmodel. Hoe je met de AfD moet omgaan. Maar is het goed of niet dat die partij er is? Onderaan de instrui. Ik denk dat je, het maakt niet uit, maar je ziet dat Duitsland in feite 15 jaar achterloopt op wat politiek in Nederland is gebeurd. En ook de omgang met de AfD lijkt precies op dat wat je in Nederland begin jaren 2000 had met de pers vindt het ook lastig, hè? Ja. Dus op dit moment heb je nog gehoord dat voor mij cordon sanitaire of zoiets. En wat Wilders vroeger zei, dat is op dit moment hoe er met wordt overgegaan, met omgegaan. Mm-hmm. Ik denk dat de eerstvolgende stap zal zijn dat toch de retoriek, hoe politiek wordt gediscussieerd, gaat veranderen. Als het echt de AfD in het parlement zou zijn, wat ook belangrijk is, stel dat er weer een grote coalitie komt en de AfD nummer 3 is, dan is de AfD de eerste oppositiepartij. Ja. Dat brengt een aantal bepaalde rechten in het parlement. Dus je bent altijd de eerste spreker die tegen de regering gaat praten. Dus je krijgt nog meer mediale aandacht. En ik denk dat dat wel een invloed gaat hebben op de En onderschat de aantallen niet, hè? Want het gaat daar om 80 tot 100 parlementsleden die binnenkomen. Het is niet een klein fractietje zoals bij ons. Zoals Jan Maat ooit begonnen is in zijn eentje. Nee, dat is direct boem met 80 tot 90 mensen. Dus dat is een groot parlement is. Maar zou dat een argument kunnen... Maar dat dwingt de AfD natuurlijk ook wel om een serieuzer beleid te komen. Want dat hebben ze natuurlijk niet te zeggen, de grenzen dicht voor de migranten. Maar uiteindelijk is er wel een probleem wat moet worden opgelost. Wilders zit met ook zo gezeten in de Kamer. Heeft ook niet, ja. Nee, maar dat is natuurlijk de agenda van Merkel en Macron. Europa wordt geconfronteerd met het migrantenprobleem, om het zo te zeggen. Hè, met de enorme toeloop. Hoe wordt daarmee omgegaan? Maar als de SPD toch best verliest, dan zou het voor hen, dat las ik dan vandaag, dat ze denken, nou ja, misschien moeten we dan toch de oppositie maar in. Een beetje wat de PvdA bij ons nu is. Ja, dat is natuurlijk echt geen optie dat hij in de regering komt. Die worden misschien afgestraft. Ga dan de oppositie maar in. Want dan ben jij de grootste oppositiepartij in plaats van AfD. Want dat zou inderdaad, dat wordt wel, als zij echt de derde partij worden, dan is dat wel het voorpagina nieuws inderdaad maandag. En niet dat Merkel weer gewonnen heeft, toch? Dat hangt heel erg van de uitslag af, hè? Dat is het spannende van zondagavond. Ja. Als de Groeners heel slecht scoren, dan is die partij zo verzwakt dat ze sowieso niet in een regering zitten. De Groenen. Ja, de Groenen. Ja, ja. Ja, die kunnen die nodig zijn in die Jamaica, die drie partijen coalitie tussen Liberalen, Merkel en de Groenen. Dat is een van de mogelijke opties. Maar dat is alleen maar attractief voor een partij als ze redelijk gescoord hebben. Anders is de stemming in die partij dramatisch, vooral bij de Groenen, en gaan ze niet meedoen. Dus en dan komt er weer een grote coalitie, ook al wil men dat niet. Hè. Dus dat is echt spannend zondag. De uitslag van die kleine partijen bepaalt wat voor coalitieopties er zijn. Ik wil graag vragen of het goed is dat de AfD in de Bondsdag komt. Dat lijkt me toch evident, omdat ook vanwege de kiesdrempel dit soort sentimenten veel te lang
buitenparlementair zijn gebleven in Duitsland. En we wisten wel dat het leefde, omdat het in de deelstaten, dat neonazi-sentiment, onder andere via de NPD in Mecklenburg-Vorpommern, waar René was. Wat is de vraag? Er wel was. Dus vinden jullie het dan niet juist heel goed dat die AfD in de, in ieder geval in de Bondsdag vertegenwoordigd lijkt te gaan worden? Maar ik vind goed niet zo'n goede vraag voor de democratie. Van, is het goed dat de Partij voor de Dieren er is? Of de oudere partijen? I don't know. Hè? Ik vind het goed als meningen gerepresenteerd worden die blijkbaar in de samenleving er zijn. En de democratie is een open box. Hè? Dat moet zo open mogelijk zijn. In Duitsland heb je die 5%. En ik vind het, ik heb ook gezegd, ik vind het heel begrijpelijk dat deze partij er is in die situatie van die grote coalitie waarin dat establishment totaal samenklit en ook nog eigenlijk een steeds ongelijker, unfairder Duitsland achter zich laat. Hè? Bijvoorbeeld Oost-Duitsland, hè, daar waren wel interessante televisieprogramma's afgelopen week over op de Duitse televisie. Hè, de Oost-Duitsers, los nog van de migranten en de islam, voelen zich tweederangs burgers in hun eigen land. Er zei iemand, alle elite functies in Oost-Duitsland op de universiteiten, bij gemeentes, bij bedrijven, zijn helemaal opgevuld door West-Duitsers. Dat land is eigenlijk gekoloniseerd geworden na de eenwording door West-Duitsers. En ik heb dat zelf ook al ervaren op universiteiten, waar alleen maar West-Duitse hoogleraren zitten. Dus de Oost-Duitsers zijn meestal gevlucht naar West-Duitsland, maar hebben geen kaderfuncties in hun eigen land. Dat schijnt. Nou ja, dat is een groot verschil met Polen. Dat, nee, maar dat zit onder die AfD. Dat zit onder die en AfD. Hongarije, ja. Dus is het wat goed. Wacht, jongens, we hebben even een vraag. Sorry. Ja, wat wilt u? Hebben jullie een idee van. Heeft de AfD überhaupt genoeg mensen die geschikt zouden zijn om in het parlement te zitten? Ja, de vraag is: ik weet niet of iedereen hem hoort, maar heeft de AfD dan wel genoeg mensen om. Genoeg al die mensen. Zetels op te vullen? Genoeg mensen, zeker. Geschikt is een andere vraag. Ja. Ja, natuurlijk zijn er mensen, want ze hebben ook lijsten in de deelstaten. Ze zitten al in deelstaten, ze hebben de mensen. Geschikt is een heel andere vraag, weet je. Maar daar laat ik me niet over uit. Ik denk, eventjes nog misschien die vraag, is het goed? Ik denk, het zou goed kunnen zijn als het in feite de regering, wie dan ook in de regering zit, dwingt om iets meer uit te leggen wat ze aan het doen zijn. Want dat is toch eigenlijk een beetje het nadeel van nu 3 termijnen Merkel, dat het wel een beheren is van economie en managen is van crisissen, maar dat heel vaak niet een uitleg komt waarom eigenlijk iets wordt gedaan. En als het zou helpen om in feite dat beleid wat wordt gevoerd beter uit te leggen en ook af en toe in discussie te gaan, dan is het goed. Als het alleen maar leidt tot in feite geschreeuw in de Bondsdag, dan heb je daar volgens mij niet zoveel aan. Mm-hmm. Nou ja, het zou ook kunnen leiden tot een gematigde AfD, een gematigde conservatieve partij, ja. Rechts van de CDU. Ja. Maar zou het natuurlijk ook. Maar geschikt is een goede vraag. Onderschat dus niet het niveau van deze mensen. Nee, deze twee zijn een hoog niveau. Ja. Dus het is niet zo dat hier de onderkant van de samenleving dat AfD is. Dat is helemaal niet zo. Dit zijn vaak conservatieve intellectuelen die er heel goed over na hebben gedacht. Professionals zitten daartussen. Mijn zorg is, er zitten ook neonazi's tussen. En ook tussen die 100 die nu de Bondsdag binnenkomen, daar zitten neonazi's tussen. Een heleboel van die zorgen van de AfD zijn ook mijn zorgen. Zijn de zorgen van eigenlijk iedereen. Gaat het wel goed met de islam en de westerse democratische rechtsstaat? Dat soort vragen zijn allemaal legitiem, zijn ook mijn zorgen. Alleen het maakt nogal uit of je die zorgen adresseert vanuit als je neonazi bent of wanneer je een democratisch burger bent. En dat is het probleem met deze partij. Dat je niet zeker weet wat voor vlees je in de kuip hebt. En er zitten gewoon toch echt foute types, hè, in deze partij. Maar ja, daar is toch een interessant voorbeeld van de deelstaatsverkiezingen die in Sachsen-Anhalt geweest zijn, lange tijd geleden. En toen kwam de Duitse Volksunion met heel veel zetels in het deelstaatparlement. En wat gebeurde er toen? De een na de ander, die op de lijst stonden. De een had een strafblad, de ander had. Ja, nee, maar uiteindelijk heeft dat ertoe geleid. En dat hoor je natuurlijk ook vaak in de democratie. Als je niet stevig in je schoenen staat, dan word je weer weggezuiverd. Mm-hmm. Die Duitse Volksunion die bestaat niet meer en die zit niet meer in die deelstaatregering. Mm-hmm. Zo zou het natuurlijk ook kunnen gaan werken. Mm-hmm. Laten we eens even kijken naar een stukje coalitievorming dan. Maar mag ik dus even een stelling voorleggen? Merkel gaat gewoon weer regeren met de SPD. Wie zegt, wie denkt, heeft de zaal er een mening over? Wordt gewoon weer wat het was, jongen. Het was gewoon weer 4 jaar. Geen idee. Wat denken jullie?
Ik denk van niet. Jij denkt van niet? Waarom niet? Kijk, alles hangt natuurlijk af van de hoeveelheid stemmen. Tuurlijk, gaat even, ja. Maar, ik denk maar wat dat... René ook in het begin zei, hè, van ja, op het moment dat links en rechts, we hebben het natuurlijk eigenlijk bij Rutte en Samson ook gezien. Mm-hmm. Ja, iedereen dacht een beetje van jongens, waar is mijn partij gebleven? Het werd zo geblend dat... Mm-hmm. Het werd een grote coalitie zitten wel, dat hebben we zelf inderdaad in Nederland gezien, de deur open voor... rechtspopulistische partij, om het maar zo samen te vatten. Ja. Dus dan moet je het misschien niet... Dan moet maar de natuurlijke partner van de CDU is natuurlijk eigenlijk de FPD. Maar die waren natuurlijk weggevaagd. En Lindner is erin geslaagd om in ieder geval, als we de peilingen moeten geloven, weer een substantiële partij, rechtse partij... Ja, op het toneel te brengen. Ja, en even voor ons, nu, voor de zaal, waar moeten we die dan zien? Nou, dat is... Ja, hoe rechts is dat dan? Dat is een VVD. Ja, de rechtervleugel van de VVD eigenlijk. He, want die wordt natuurlijk ook wel eens sociaal-democratisch. Ja, precies. Oorspronkelijk was het tussen D66 en VVD. En er zit nu op een aantal dossiers iets meer recht, of een beetje als de VVD. Maar de FDP staat nu op iets van 9%, dus dan ook recht. 11, hoor. Ook 11. Dus ze kunnen echt wel... Maar zouden dat met z'n tweeën... Er moet nog wat bij dan, denk ik. Nee, daarom is die uitslag ook belangrijk. Weet je wat spannend is? Ik denk dat mijn krantenkop van maandag is... bittersweet victory. Want er een grote kans in zit. Wat zei ik? In bittersweet victory. Ja. Bitterzuurse ziek. Want dat is gewoon in feite een grote kans dat Merkel voor de vierde keer gaat winnen. Maar dat er in feite geen echte coalitiemogelijkheid ontstaat. Mm-hmm. En dat is, want op papier zal altijd CDU, SPD, grote coalitie zal altijd mogelijk zijn. Dus dat is wiskundig, is dat altijd mogelijk. Jamaica. Dus dat is dan CDU, FDP en De Groene. Als je naar de peilingen kijkt, dan zijn alleen twee opties mogelijk. Dat is een voortzetting van de huidige coalitie. Nou, de SPD heeft daar duidelijk geen zin in. Als de SPD op het niveau blijft waar ze nu staan in de peilingen, namelijk meer of minder slechter dan 4 jaar geleden, dan denk ik gaan ze niet de coalitie in. En dan heb je naar Jamaica, dat is CDU, FDP en Groene. Daar zijn vooral de FDP en de Groene de laatste weken enorm bezig elkaar de tent uit te vechten. Mm-hmm. Daar zit ook volgens laatste enquêtes zijn in totaal 4% van de Duitse bevolking voor deze coalitie. Dat is voor mij ook geen echte kans. En dan zit je enorm te rekenen. En dat is iets heel nieuws voor Duitsland. Wat normaal was in Duitsland altijd zo. Op de verkiezingsavond wist je onmiddellijk of rechts of links had gewonnen. Klaar. Je kon meteen aan de slag en dan ging je gewoon 1 à 2 maanden onderhandelen over het regeerakkoord. Nu zou je een beetje een Nederlands model van informateur moeten krijgen. En dan zit je met constructies van eventueel minderheidsregering. Dat zou een optie zijn, denk je. Wat stel je voor dat de AfD gewoon inderdaad, zoals het filmpje hoopt, bijna 50%... Uitgesloten. Geen optie. Daar gaan ze uitgesloten. Ja. Wat is uitgesloten? Ja, je zit heel hard te lachen, maar als een partij zo van nul... Ja, regeren bedoel je met de AfD, toch? Ja. Dat is uitgesloten. Dat is hier al uitgesloten met de PVV. Laat staan in Duitsland. Ja, maar maar in Nederland hebben we het wel eens geprobeerd. Alleen toen is natuurlijk het katshuisoverleg. Was het vertrouwen weg. En dat vertrouwen dat is nog steeds met dezelfde mannen. Maar geen ministers. En die hebben elkaar in de ogen gekeken. Die hebben gezegd, nee. Maar dit is iets anders. Merkel heeft uitdrukkelijk gezegd. Geen optie. Verschillende keren, nog met die linken, nog met de AfD wil ze regeren. Dus er blijven maar een paar partijen over. Het is ook over. Ongemakkelijk dan, hè, eigenlijk. Want dan... Al die mensen die dus daarop hebben gestemd, protest, ja, die gaan dan in het parlement, in de Bondsdag gehoord worden natuurlijk. Maar... Ja, maar die weten dat natuurlijk ook. En dat is wat nu eventueel dan zou kunnen gebeuren, of je bent nog onbeslist. Dat je op een gegeven moment gaat denken, oké, wil ik een proteststem uitgeven of wil ik toch nog het verschil maken? Dus dat zou kunnen verklaren dat je nu de komende dagen toch nog verschuivingen gaat krijgen. Maar je ziet al hoe moeilijk en hoe lastig de SPD het vindt
om een coalitie met Die Linke in te gaan. Dat is nu pas voor het eerst dat ze de opening bieden. Tot nog toe was altijd, nee, we gaan niet een coalitie op nationaal niveau in met De Linke. En de AfD, dat gaat nog minstens een decennia duren voordat dit ooit nog salonfähig wordt. Ja, oké. Okay. Laten we dan... Ja, je hebt een vraag. Ja, oké. Het zijn eigenlijk drie punten die benoemd zijn. En dan in relatie tot de status van Duitsland in Europa. Eerst werd er genoemd dat de economie van Duitsland voornamelijk op industrie gebaseerd is. Dat ze achterlopen met digitalisering. Daarin denk ik, digitalisering wordt natuurlijk belangrijk in verschillende economieën. Dus in hoeverre blijft de economie van Duitsland de grootste van Europa en dus de status daarvan van Duitsland in Europa wat betreft de economie. Daarnaast, Duitsland, er werd gezegd politiek... dus je eerste vraag is, blijft Duitsland economisch wel zo machtig als ze qua digitaal achterlopen? Precies, ja, oké, okay, ja, dat is de één. Daarna werd er gezegd, op politiek niveau lopen ze 15 jaar achter. Dat lijkt me ook een redelijk belangrijk iets binnen Europa. Dus in hoeverre zou dat invloed hebben op de status van Duitsland binnen Europa. En daarnaast werd er gezegd, het uitleggen aan het volk van Duitsland, dat wordt niet duidelijk gedaan door Merkel. Mm-hmm. Daarvoor zijn er natuurlijk veel proteststemmen nu. In hoeverre zal, als er niet duidelijk wordt uitgelegd wat Merkel met Europa wil, naar Duitsland, in hoeverre zou Duitsland die status binnen Europa... Nou, daar kunnen we nog wel een half uurtje mee vullen. Heel goed. Goeie vragen. Nou, ik voeg er nog eentje aan toe. Dat vind ik nog ook een wel... vraag? Nee. Als je ook een vraag gaat stellen... Dat is een antwoord. Nee, wat we onderschatten ook, is dat schommelschandaal in die automobielindustrie. Ja. Wat natuurlijk de industrie is, hè, als je het over de industriegezelschap hebt, de unique selling point van Duitsland en het gezag en de status en hoe modern... En helemaal, ze leveren auto's aan China en India en Amerika. Dat heeft natuurlijk enorme deuk opgelopen. Het imago van Duitsland als een betrouwbare, made in Germany, stabiliteitsland. Hè? Dat vind ik in Duitsland, zie ik daar niet zoveel discussie over. Nee, maar over de aantasting daarvan. Je ziet wel, we moeten elektrische auto's en we moeten... Maar Tesla is een Amerikaanse auto, hè? Dus dat hebben ze natuurlijk wel gemist. Made in Germany imago van dat Schummel-schandaal, dat zie ik niet zoveel in de Duitse media voorbij komen. Maar jij volgt het beter dan ik. Wat is daar een soort zelf... Nee, maar niet nog een vraag. Hoe machtig blijft het? Haar vraag. Even over de economie. Duitsland is de machtigste economie. Blijft dat zo als ze eigenlijk nog niet eens... Het blijft natuurlijk wel eens een flauw antwoord. Het blijft natuurlijk de grootste economie, omdat het gewoon veel groter is dan de rest. Dus dat is flauw, omdat er gewoon 82 miljoen mensen wonen. En het eerstvolgende zit Frankrijk met minder dan 60 miljoen. De groei blijft ook de komende paar jaar, ondanks wat ik zei, goed. En dan moet je een verschil maken tussen cyclus. En dan gaan we echt een beetje technisch worden. Dus een beetje wat je nu ziet. Je zit al jaren in een positieve conjunctuurcyclus. En die blijft ook nog een paar jaar zo. Waarom? Omdat gewoon de rente is laag. De inflatie is laag, de lonen zullen een beetje stijgen, zoals ik zei. Er komen meer investeringen. Dus je duurt in feite in een rijende trein, die krijgt nog een beetje meer rugwind. En dat is op korte termijn, blijft dat zeker, zodat Duitsland... En op een gegeven moment, precies. Op een gegeven moment gaat het over van wat is nog cyclisch en wat is structureel. En dat kan je nooit voorspellen. Hè? Wanneer merk je dat dan nu? Dat de auto-industrie een deuk heeft gepakt. Dat de achterstand op digitalisering echt een gevolg heeft op de industrie, op de exporten. Dat kan je niet voorspellen. Je kan alleen zeggen, als er gewoon geen investeringen in digitalisering komen, als er gewoon geen structurele hervormingen komen, Duitsland zich meer richt op dienstverlening, ook op industriële dienstverlening, dan is dat sterke groeiverhaal van nu over enkele jaren afgelopen. En waarschijnlijk dan aan het eind van het komende termijn. De auto-industrie heel snel, dat speelt natuurlijk wel een rol. Je zag dat, want dat dieselschandaal, dat speelt natuurlijk al sinds 2015. Mm-hmm. In de laatste twee jaar heeft in feite de industrie daar nauwelijks schade bij gehad. Dat is het interessante. Ook die hele Made in Germany heeft daaronder niet geleden. Het speelt in Duitsland nu wel heel sterk, ook in de campagne, want het
staat altijd heel goed voor politieke partijen om natuurlijk dan nu een beetje industriebashing te doen. Dat is goed. De auto-industrie, ook eventjes dat een beetje in perspectief te plaatsen. Als je alles meeneemt en zelfs nog gewoon hele infrastructuur van bakken om kleine dorpjes omheen, is ongeveer verantwoordelijk voor 2 miljoen banen in Duitsland op 42. Dus dat, het is belangrijk, maar er is natuurlijk inmiddels veel meer dan alleen maar de autootjes. Dus is de auto-industrie die nu het verschil maakt tussen groei en recessie? Nee, zeker niet. Maar het kan een van de factoren zijn als we ook nog meer gaan naar carsharing en de Duitse auto-industrie blijvend de overstap naar elektrische mobiliteit mist, dat je dan daar in feite minder groei gaat hebben. En dan even dat punt van de communicatie van Merkel en het volk uitleggen wat er gebeurt. En dan zeker dat punt van Europa. Daar wil ik ook sowieso nu heen, naar Duitsland binnen Europa. Maar ze moet dus misschien nog wel even op een lesje communicatie naar de mensen toe. Ja, tot nog toe gaat het. Tot nog toe gaat het. En dat is het moeilijke. Tot nog toe gaat het goed. En het verhaal van Duitsland loopt in politieke communicatie 15 jaar achter op Nederland is natuurlijk niet per se slecht. Alleen de omgang met populisme moet worden geleerd. En kijk, ik had zelf als politiek geïnteresseerde het vermoeden dat eigenlijk iemand als Martin Schulz precies dat gebrek van Merkel zou kunnen aanspreken tijdens de campagne. Want hij staat wel bekend voor iets duidelijkere uitspraken. Maar dat duel was echt, het was precies. Niet eens een duel. En dat is ik niet dacht, gelukt. Waar kijk ik naar? Het leek alsof ze van dezelfde partij waren. Ja, nou, maar omdat wat René ook aan het begin zei, en dat klopt, of het nu Obama was of niet. Maar kijk, de Duitsers, zolang er onzekerheid op de hele wereld heerst, de Trumps, de Brexits, geopolitieke risico's, dan kiezen de Duitsers voor dat wat ze kennen en voor degelijkheid en stabiliteit. En dat is op dit moment merkend. En dan hoeft ze haar beleid ook op korte termijn niet uit te leggen. Ik wil even naar de toekomst. Ik wil naar een vraag. Vraag maar even. Wat? Ik met de micro. Oh ja. Ja, wat ik wilde vragen. U had net dat verhaal over de economie. Dat daar dan een verandering in kan komen als op een bepaalde manier de boot gemist wordt. Maar is het ook niet zo dat voor die CDU nu wel, zij zo lang dan aan de macht krijg je niet een toekomstige politieke instabiliteit in een partij waar ja, zo misschien niemand opvolger kan zijn? Dat is ja. De opvolgingskwestie, ja, want er moeten wel wat kroonprinsen en prinsesjes zijn. Want anders dan, ja, wat hierna dan? Wie wil dat pakken? Wil jij dat? Michel? Is daar al, is het een vacuüm of zijn er wel mensen in beeld? Ja. Ze heeft alle afgebeten. Ja. Nou, ik denk eerlijk gezegd dat er genoeg kroonprinsen en prinsessen wie zijn. Wie na Merkel? En dat zegt Merkel zelf ook. Dat zij niet uniek is en dat er na haar wel weer een ander komt. En ik vermoed ook dat die wordt opgebouwd, die persoon. Gutenberg. Kijk, heel interessant is, de lieveling van Merkel was zu Gutenberg. Dat is een hele charismatische figuur. Maar die moest het veld ruimen vanwege plagiaat. Maar die is nu dus weer heel nadrukkelijk aanwezig in de campagnes. Dus die lijkt weer opgebouwd te worden om een rol te gaan spelen in die... Dat is wel een Zuid-Duitser, hè? Dat is vaak een handicap in Duitsland. Maar dat is een handicap, maar hij is wel super populair natuurlijk. Hij is buiten de categorie gewoon. In de politiek. Ja. Mag ik één ding inbrengen en dat is demografie. Er was die vraag over de economie. En het is zo, de demografie in Duitsland is zo rampzalig dat de Duitse bevolking in 2055 al op hetzelfde niveau is als die van Frankrijk. En de suggestie is dan ook dat de Franse economie dan, als die gaan hervormen, zeker zo sterk zal zijn als de Duitse. En dat is ook een argument voor de Duitse industrie en de politiek om zoveel immigranten binnen te laten. Omdat ze weten dat ze demografisch het totaal anders voorstaan dan andere landen in Europa. En die demografisch voltrekt zich daar gewoon een ramp in Duitsland. Als opmerking, ja. Ja, kijk, met lange termijn raming moet je altijd voorzichtig zijn. Want als je nu al die vluchtelingen daarbij pakt, dan ziet de demografische verandering al heel anders uit. In Duitsland.
Voor mij is de demografische verandering veel meer ook weer op korte termijn een economisch probleem, omdat het pensioenstelsel helemaal niet houdbaar is. En dat komt dan ook weer, dat verschil arm en rijk gaat een rol spelen. Alleen dat durft ook nu in de campagne niemand aan te spreken. Want in feite komt dat, want wat is anders dan in Nederland? Je hebt een omslagstelsel in het pensioenstelsel. Dus geen kapitaaldekking. Dat betekent alle werkende mensen betalen de pensioenen van de gepensioneerden. Dat is heel lastig met een vergrijzende bevolking. Plus nog in een lage renteomgeving. Dus je zult die discussie krijgen van of pensioensgerichte leeftijd verder omhoog, of premies omhoog, of uitkeringen omlaag. En dat is een discussie die ook Merkel volledig heeft uitgesteld, die ook tijdens die debat volgens mij zei, nou, pensioensgerichte leeftijd na 70 gaat helemaal niet gebeuren onder mij. Dat is een beetje net zoals die wegentol, dat wegentolverhaal 4 jaar geleden. Mm-hmm. Daar heb je zeker een probleem. En natuurlijk is dat ook dat economische argument waarom je vluchtelingen het land binnen moet laten. Vraag is dan weer, heb je dan wel vluchtelingen met een goede kwaliteit en precies, onderwijs? Of ja. moet je die gaan trainen, zodat die dan wel het goede werk kunnen die doen? Die vluchtelingen worden zelf ook eens een keertje oud. Wat hier ook een rol is. Ik ga hem heel even afkappen, want ik wil even zien, ook gezien de tijd. Het is allemaal heel belangrijk. De moederschapscultuur in Duitsland. René? Ik ga nu heel eventjes naar het volgende punt. Dank je wel. Dat is een hele leuke feministische antwoord. Ja, moeders. Ik wil eventjes jullie een filmpje laten zien. Met Merkel, Macron en Trump. Merkel. Ik heb dit wel 20 keer bekeken, dit filmpje, als het niet 40 keer is. Het is fascinerend, want dit is natuurlijk echt zo'n powerplay. Dit gaat zo over verhoudingen en mensen op hun plaats zetten. En Macron, zijn vrouw, die is theater. Ze hadden het misschien geregisseerd, maar wat zegt dit voor de toekomstige relatie tussen Macron en Merkel en Europa? Wat deze niet-driehoeksverhouding. Merkel mag Trump niet. Macron moet er blijkbaar ook niks van hebben. Merkel en Macron lijken een beetje op hetzelfde spoor te zitten met de toekomst van Europa. We hebben in het begin van het debat ook al gezegd, ja, voor je het weet krijgen we heel veel meer integratie. Terwijl alle landen zeggen van, de bevolking zegt, dit willen we eigenlijk niet. Even eigen volk eerst nu. Hoe zie jij dat? Nou, ik geloof dat Merkel wil helemaal, die heeft het niet over een federaal Europa, hoor. En die voelt heel duidelijk aan dat dit niet het moment is om te komen om met heel, heel veel meer Europa door te voeren. Maar dat zei jij ook, hè, René? Ja, dat zat, nee, ja. Nou ja, ze zegt uitdrukkelijk, Europa moet samenwerken op de terreinen waar landen alleen niet met oplossingen kunnen komen. We hebben nou een keer de Europese Economische en Monetaire Unie. En die moet verbeteren, want uiteindelijk is dat werk nog steeds onaf. Die muntunie is niet voltooid. Dat is geen stabiele muntunie. En daar zullen Macron en Merkel wel stappen op ondernemen om het te verstevigen. En de aanpak van de migratie. Dat is natuurlijk ook blijft een heel belangrijk probleem wat toch een oplossing vereist. Maar Merkel die onderstreept in heel veel redenvoeringen, is me opgevallen, dat heb ik voor een boek bestudeerd, dat het een intergouvernementele, om maar eens een lastig woord te gebruiken, aangelegenheid is Europa. Mm-hmm. Dus dat betekent een Europa van de vaderlanden. Van samenwerkende landen met allemaal hun die blijven soevereiniteit. Cruciaal, ja. Maar die kunnen wel nauwer samenwerken op een aantal gebieden. Maar ze maakt ook duidelijk dat op een aantal andere gebieden dat helemaal niet de bedoeling is. Mm-hmm. En ik denk dat ze daarop, daarop moeten ze elkaar gaan vinden. Dat zal lastig genoeg worden trouwens. Ik denk dat je op dit filmpje kon zien
wat de reactie is op het America First van Trump. Als jij zegt America First, dan zeggen wij Europe First. Dus dan is de prioriteit geven aan elkaar. En we hebben jouw boodschap goed verstaan. Wij gaan dus onze defensie beter op orde brengen, gezamenlijk. Hè, vooral de buitenlandse politiek en de geopolitieke rol van Europa zal vergroot worden. En we zullen minder gokken op de afhankelijkheid met Amerika onder Trump. En misschien wel op de lange termijn in het algemeen. Dat is volgens mij wat je hier zag. Tegenover America First, Europe First. Ja. Kun je een stelling voorleggen? De laatste stelling van vanavond. Nog 4 jaar Merkel is goed voor Europa. Ben je het daar allemaal mee eens? Het ligt aan de coalitiepartner. Maar goed, ik begrijp, over Europa gaat het volgende week. Dan komen we nog een keertje terug. Het ligt duidelijk aan de coalitiepartner. Want als je kijkt van de potentiële coalitiepartner, zoals de liberalen, hebben een enorme terugdraaien van Europese, of in ieder geval integratie op het gebied van monetaire unie in het programma staan. Dus de liberalen willen juist dat wat Macron helemaal niet wil. Dat is gewoon terug naar in feite nationaalstaten first. In het terugdraaien van dat noodfonds, het ESM. Ze willen het liefst een tijdelijke, tussen haakjes, mogelijkheid voor landen om uit de euro te stappen. En ze willen ook dat landen binnen de eurozone failliet kunnen gaan. Nou, dat is iets heel anders dan wat Macron wil. Dus je kan vandaar is de vraag hoe invloedrijk zo'n coalitiepartner gaat worden. Martin Schulz komt uit dat Europarlement. Die zal er heel anders in staan. Met Schulz, in een, als er toch een grote coalitie zou komen, dadelijk eurobonds. Zit je... In de eurobonds ga je niet krijgen. Dan zit je wel duidelijk bij meer samenwerking. Ik denk dat je niet de komende 4 jaar met wie dan ook, of dat nu Merkel is of de door René minder geliefde Martin Schulz, je krijgt geen federaal Europa, je krijgt geen eurobonds. Je krijgt wel iets meer stappen richting meer integratie binnen de eurozone. En wat je ook nodig hebt is in feite een duidelijkheid. Waar staat Duitsland voor? Is dat meer een diepere integratie op het gebied van de Europese Unie of van de Monetaire Unie? Want iedereen, of het nu journalisten zijn, politici, wij mengen alles nog door elkaar, permanent. Waar willen we meer samenwerking? Maar weten we wat Merkel wil op dat punt? Ja, Merkel gaat voor meer samenwerking op het gebied van de Monetaire Unie. Want hoe wil je het met... Maar meer samenwerken, vullen de kleuren het even in voor me, want dat kunnen we... Meer samenwerking is, maar goed, dan kom ik volgende week weer terug, is heel technisch. Je zult iets zien van een kleine eurozone begroting, die nodig is om in feite landen waar het slechter gaat te ondersteunen. Maar dan hoor ik toch, toch garant staan voor soevereiniteit overdragen, om dat woord dan toch er maar in te gooien. Waar sta je al? Je hebt de Europese Centrale Bank die obligaties koopt. Je hebt al een noodfonds waar landen... Dus dit kan er ook nog wel bij. Waar landen garant staan voor elkaar. Ja. Dus, maar dat kan je dus ook thuis verkopen. Want dat ga je verkopen als bijvoorbeeld een eurozone werkloosheidsverzekering voor jongeren. En dat kan je namelijk wel sociaal verkopen. Er zijn geen permanente transfers. Maar dat kan je verkopen. En dan heb je geen eurobonds. En wat je ook hebt, wat Michelle zei, Merkel en Duitsland gaan heel duidelijk voor dat intergouvernementele aanpak. Mm-hmm. Waarom? En daar staan we natuurlijk wel op dit moment nog juist op een heel andere kant dan de Fransen. Want de Fransen houden traditioneel van de communautaire aanpak. Maar de Duitsers weten ook, ik kan gewoon communautair in feite Europa niet veranderen. Want dat zou betekenen, ik moet alle verdragen openen. Ik moet jarenlange onderhandeling hebben. Dus intergouvernementeel kan ik veel meer voor elkaar krijgen. En dat zal altijd suboptimaal zijn. Maar ik maak daardoor wel de monetaire unie nog een stuk stabieler. Maar dat beeld wat we dus een beetje hebben, dat Macron en Merkel dadelijk huppelend door Europa nog verder willen, dat is te makkelijk. Merkel is wel echt in die zin terughoudend, René? Ja, ik was het ook eens met jouw stelling. Dat het via Merkel ben ik voor. Waarom? Omdat er lopen 2 kloven door Europa heen. De Noord-Zuid tegenstelling en de Oost-West tegenstelling. En Merkel, vanwege de crisis in Duitsland zelf, met de vluchtelingencrisis, de economische crisis, de eurocrisis, had niet het comfort of de relaxedheid om daar op een goede manier mee om te gaan. En ik denk dat zij nu heel belangrijk is om verzoening tot stand te brengen tussen Oost en West.
tussen Noord en Zuid, omdat Duitsland veel meer geld heeft te besteden, ook meer samenwerking nu een goede partner met Frankrijk heeft. Er zijn meer opties, meer mogelijkheden om die breuklijnen in Europa, die vrij links zijn voor het Europese project, om daar iets aan te doen. En dat is volgens mij wat zij gaat doen de komende 4 jaar. Ja, want ook die scheidslijn met Oost-Europa is wel echt een zorgelijke. Hè? Met Noord-Zuid dus is meer een herverdeling economisch vraagstuk. Ja. Maar wat we natuurlijk met Oost-Europa hebben, gaat natuurlijk echt over democratische waarden. Rechtsstaat. Rechtsstaat. Dat de Europese Commissie er nu ook zo hard in gaat bij Hongarije. Dat, dus daar zal haar leiderschap hard nodig zijn. Ja, dat zie je ook zo, Karsten. Ja, zeker. Ja. Ja. Zijn we er dan al? Nou, al. Er zijn nogal wat problemen die opgelost moeten worden. Waar maak je het meeste zorgen over? Ik? Ja. Nou, binnen Europa moeten een aantal... ik bedoel, op het gebied van de migratie en op het gebied van de monetaire unie moet er wel het nodige gebeuren, want... Je noemde dat net niet, maar om het even aan te vullen. Kijk, het is een monetaire unie, maar op economisch gebied moet er veel nauwer worden gekeken naar de begrotingen en hoe landen daarmee omgaan. En hoe moet Nederland hier nu mee omgaan? Want daar begon ik deze avond ook een beetje mee. Van ja, jongens, ondertussen die Britten, dat was altijd wel prettig voor Nederland, want dat waren wel fijne ruilmuizen binnen de Europese Unie. Die konden wij dan af en toe wel goed gebruiken om ook ergens tegen te ageren. Nou ja, Rutte is niet voor niets al 2 keer bij Macron geweest met een hele stoet adviseurs. Omdat hij hem van bepaalde ideeën wil afhouden. Kijk, dat Macron wil meer gemeenschappelijk maken wat nog Merkel, nog Rutte wil. Mm-hmm. Dus ik denk ook dat die een sterke kaart hebben wat dat betreft. Maar wat Nederland en Duitsland wel heel belangrijk vinden, is dat landen zich aan de spelregels van die monetaire unie houden. Ja, zoals Duitsland zelf ook Je kan niet zeggen dat ze dat de laatste jaren niet gedaan hebben. Daarom is er natuurlijk in eigen land zo weinig geïnvesteerd, wat jij terecht opmerkte. Mm. Maar hebben jullie nog tips voor Rutte? Hoe hij zijn diplomatieke koers moet gaan varen voor... Want hij heeft zelf geen visie. Dus dan is het misschien fijn als hij van dit podium misschien nog komt. Dat is dan wel moeilijk als hij met Merkel praat. Hè? Want daar is natuurlijk ook weinig visie. Nee. Hij is heel close. Hè? Ik hoorde zelfs dat hij elke zaterdag belt. Merkel en Rutte. Elk weekend. Dus die zijn heel erg close. Het probleem is, hier zit wel een groot verschil tussen kleine landen en grote landen. Wat is precies de invloed van Nederland in dat enorme compromis wat er nu tussen Frankrijk en Nederland, tussen Zuid en Noord, gesloten moet worden om Europa bij elkaar te houden? En Ben Knapen, die zei bij Buitenhof Zondag, was ik het helaas wel mee eens, die zei, Nederland moet zich erop voorbereiden, Rutte, dat we verraden gaan worden door Duitsland. Want Duitsland zit wel min of meer op onze lijn, maar moet een compromis maken met het Zuiden. Dus ga dingen doen waar wij eigenlijk niet toe in staat zijn, of dat dingen doen die wij eigenlijk niet zouden willen. En dat hoort bij het grote compromis wat Europa nou eenmaal is. Nee, dat was wel een hele realistische waarschuwing. En ik ben eigenlijk bang dat dat zoiets wordt. Dat Rutte weliswaar vaak naar Macron gaat, maar toch verraden gaat worden door Duitsland. Is dat een leuk einde? Nee. Ik vind het wel doen. Nou, laat ik dan toch af. Ik ben het ook niet helemaal met je eens, hoor. Ik denk dat Nederland en Duitsland... Verraad is wel een groot werk. Ik denk dat we allemaal wel snappen dat er ergens een waar... Ik denk dat ook Macron hier met al zijn grootse... typisch Frans, van die grootse plannen, dat hij ook zal moeten inbinden. Ja, die loopt in eigen land nu al in het moeras in, toch? Ik bedoel, hij is nog maar net bezig. Dat geloof ik niet. Er zijn wel protesten, maar hij tot nu toe wijkt hij niet van zijn koers. En dat moet hij ook vooral niet doen. Mm-hmm. In Frankrijk, want dat is ook een punt. Een bezoekster vroeg naar de kracht van Duitsland, wat een aantal zwakke plekken heeft economisch. Maar Duitsland, er is ook weinig concurrentie, want de Fransen zijn zo zwak. En dat is natuurlijk ook een ongekende situatie en ongezond. In de krachtsverhoudingen in Europa. Ja. Is er te weinig, afrondend, is er te weinig balans dan in Europa? Het moet ook voor Duitsland niet zo leuk te zijn om dan de hele tijd bij de grootste en de sterkste. En...
Nee, ja, maar iedereen weer uit de shit helpen en nee, maar kijk, de, als afsluiter, ik denk dat je ook wel iedereen een klein beetje van Merkel kan leren als het gaat om flexibiliteit. En dat flexibiliteit, ook zeker als het gaat over Europa, dus iedereen zal iets meer flexibiliteit moeten tonen. En dat het dogmatische gaat niet werken. Nog van een extreem federale visie van Macron, nog een, wat blijkt een Nederlandse visie te zijn van volledig in feite met de voeten in de zand te staan. Dus je zal van alle kanten flexibiliteit moeten tonen. Want ook in het, zeker in het economisch belang van Nederland en Duitsland is toch dat je gewoon de euro overeind houdt. Want als je dat niet haalt en als je terugkeert naar iets van een kleine euro of wat dan ook, dan heb je nog lagere rentes, dan heb je een nog sterkere euro en dan ben je economisch schiet je daarmee niks op. Dus je zult moeten leren, toch, ik denk, leer van de Belgen, toon iets meer flexibiliteit. Of leer van Merkel. Oké. Mooie laatste woorden van Karsten. Ik zou hiermee de avond willen beëindigen. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor jullie analyses. Elk van jullie vanuit jullie eigen expertise. Ik wil de zaal bedanken voor de vragen en de oplettendheid. En ik zou jullie graag willen uitnodigen voor een gezellig drankje. Want ik neem aan dat jullie ook nog even, mochten mensen nog vragen hebben, nog een waslijst met vragen hebben, dat jullie nog aanspreekbaar zijn. Had ik al gezegd dat het boek van Michel te koop is? Ja, had ik dat gezegd? Oké. Een hele fijne avond nog. Bedankt voor het luisteren en dadelijk veilig naar huis. Dank je wel. Ja, dat is wel.